Wanneer gaan onze lonen nou eindelijk eens een keer omhoog? Want die economie gaat als een trein. De Nederlandse economie zit in de lift. Meer dan eerdere jaren. Beter dan andere Europese landen. De hoogste groei in 10 jaar tijd. De vraag is of iedereen daar ook iets van merkt. Bijvoorbeeld aan je inkomen. Want kijk, dit lijntje is de groei van de economie van de afgelopen 40 jaar. En dit lijntje is de groei van jouw inkomen. Tot en met de jaren 80 gingen ze mooi gelijk op. Maar sindsdien groeit jouw inkomen minder hard dan de economie. En sinds het jaar 2000 heb je er zelfs nauwelijks iets bij gekregen. Nederland als geheel wordt dus sneller rijker dan jij als individu. Hoe kan dat? Het is een ingewikkeld verhaal en ook de experts zijn er niet helemaal over uit. Maar jouw loon stijgt vooral minder hard door concurrentie op 3 fronten. Door flexibilisering, technologisering en globalisering. En we beginnen bij 1. Flexibilisering. Want daardoor is er meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Er zijn steeds minder vaste contracten en juist steeds meer flexwerkers. Mensen met tijdelijke contracten of ZZP'ers. Die zijn vaak veel goedkoper voor werkgevers. En voor al die zelfstandigen is het moeilijker om gezamenlijk een vuist te maken voor een hoger loon. En ook zijn er steeds minder mensen lid van een vakbond. Het idee van een vakbond is juist dat je samen sterk staat tegenover je werkgever om goede voorwaarden af te dwingen. En dus ook een beter loon. Dus door meer flexwerkers, minder vaste contracten en een krimpende vakbond gaan de lonen niet omhoog. 2. Technologisering. Je concurreert niet alleen met andere mensen, maar ook met apparaten en computers. Door de snelle technologische ontwikkelingen worden machines steeds goedkoper en kunnen ze meer. Mocht jij nou toevallig een handige IT'er zijn, dan kan dit in je voordeel werken. Maar als bedrijven besluiten te investeren in apparaten, computers en machines die jouw taken overnemen, dan neemt het beschikbare werk af. En dat verslechtert jouw onderhandelingspositie. En dat is niet bevorderlijk voor je loonstrookje. En 3. Globalisering. Daardoor krijg je ook steeds meer internationale concurrentie. Want wereldwijd is er meer handel tussen landen en ontstaan andere economische verbanden. Zo kunnen bedrijven veel makkelijker hun producten in een ander land goedkoper laten maken. Of ze laten bijvoorbeeld ICT'ers in India veel goedkoper het werk opknappen. En dus concurreer je als werknemer in Nederland ook met werknemers in andere delen van de wereld. En ook dat komt je onderhandelingspositie voor een hoger loon niet ten goede. Maar als de economie zo lekker draait, waar komt dat geld dan wel terecht? Bij bedrijven en bij de overheid. Bedrijven maken namelijk meer winst. En dat is positief, want dat zorgt weer voor werkgelegenheid. En dus heb jij een baan. Bovendien kan die winst ook gewoon bij jou terechtkomen. Want een deel van die winst gaat naar de aandeelhouders, zoals pensioenfondsen of particulieren. Zit jij bij een pensioenfonds of heb je zelf aandelen, dan deel je in die winst. Maar dat geldt dan wel vooral voor mensen met een vaste baan of mensen die überhaupt genoeg geld hebben om mee te kunnen beleggen. En dat is lang niet iedereen. En dan hebben we dus nog de overheid. De rol van die overheid in de economie is sinds de jaren 90 steeds groter geworden. En daar heb jij als individu vaak ook wat aan. Want de overheid zorgt voor dingen als veiligheid, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. En vooral voor die zorg is steeds meer geld nodig. Allemaal niet onbelangrijk. Maar ja, jij ziet natuurlijk gewoon het liefst het getalletje op je loonstrook omhoog gaan. En misschien gaat dat ook wel gebeuren. Er waren nog nooit zoveel vacatures als nu. En er worden ook weer meer vaste contracten uitgedeeld. Bedrijven moeten mensen echt lokken. En wat werkt er dan beter dan